staat allemaal een beetje vals, maar... Opa was 80, fysiek nog heel sterk. Ging elke zondag te voet van huis naar kerk. Dagen zat hij voor het raam, hij groette iedereen. Altijd mensen over de vloer en kinderen om hem heen. Maar opa werd getransporteerd naar een bejaardenflat. Ja, bla bla. Ja, dat was een nummer over een opa die door zijn kleinkinderen in een bejaardenhuis gestopt wordt. Onder het motto van opa, je bent oud en bedankt en je kunt pleiten, weet je wel. Terwijl opa nog heel gelukkig was in het huisje waar hij altijd had gewoond. Een beetje een tranentrek. Het gaat goed met ons bandje. En het is op dit moment gewoon een hele, ja, op zich wel een hele moeilijke situatie. Je kunt er niet van leven. En het is toch weer te veel om als hobby te beschouwen. Het hangt er zo'n beetje tussenin. En dat is wel een hele moeilijke situatie. En ik weet niet hoe dat in de nabije toekomst gaat. Of dat het misschien, ja, dat de studie opgegeven wordt of zo. Dat is natuurlijk heel moeilijk om daarop vooruit te lopen. Wacht even. Hey, Roosje met Marco. Voor mij was het mooiste moment dat optreden op Rock in Colonia. Oh. Daags voor Pinkpop. Er was een beetje sceptisch, zo van, goh, de heideroosjes. En wij kwamen op en dat doek ging weg en je zag daar 20.000 mensen staan. En echt, ik had echt zoiets van, mijn god, dit zijn dus 20.000 mensen. En we speelden en nou, het eerste nummer was afgelopen, het werd stil. En toen in één keer gingen allemaal die handjes in de lucht en iedereen begon te klappen, weet je wel. We hadden echt zoiets van, wow, dit is gaaf. En toen waren we klaar, toen hadden we echt dat gevoel van, we hebben ze allemaal lekker onder hun reet getrapt. Gewoon die mensen die ons kleineerden en die zeiden van, ja, jullie kennen maar 3 akkoorden, jongens. En daar red je het niet mee. Dit is iets wat iedere band doet. Dat is bierflesjes wat over zijn als je gespeeld hebt. Stiekem in een plastic tas en dan stoere jongen uit. Dat gevoel van wij tegen de rest van de wereld, weet je wel. Dan moest je voor 100 gulden en een bak bier naar Friesland toe, omdat ze niet meer geld hebben. En er zijn bands die zouden zeggen van nee, dat doen we niet. Maar wij hadden echt zoiets van nou, dat doen we wel, want ja, misschien houden we er nog een optreden aan over of zo. En ja, dat zijn van die kleine dingen. Je moet door een hele hoop stront om uiteindelijk misschien toch bij iets leuks uit te komen. Tenminste, dat heb ik wel gemerkt. We hebben gewoon 5 jaar lang keihard geknokt en nu, ja... Nu zijn we gewoon aan het oogsten, zeg maar. En nu is het gewoon ieder weekend zijn we weg met de muziek. En door de week ben je er ook nog heel vaak mee bezig. Je gaat om 2 uur 's middags van huis en je bent om 6 uur de dag erna weer thuis. Je kukelt in je bed en je wordt om 1 uur wakker. En je mag weer het busje in en je gaat weer naar optreden. En dat heeft ook wel weer wat, hoor. Maar je moet er wel even wennen natuurlijk, want het is wel vermoeiend. Maar het is gewoon hartstikke leuk om mee te maken. Je bent gewoon... Ja, lekker onderweg met een aantal vrienden, lekker muziek maken, mensen ontmoeten, biertje drinken. Ja, dat is het leven. Oh,
Jezus. Dat is haar. Dennis, hebben meer de zang hè? En zo? Ja, nee, ik huurde nou niet wel de zang veel minder. Ja, ik was veel harder schreeuwen met hetzelfde geluid. Maar opeens gaat het dan allemaal lopen. Je verkoopt veel cd's en mensen komen je handtekening vragen. Je denkt, mijn god, mijn handtekening, wat moet je daar nou weer mee? Ik denk dat het goed is dat je hier realiseert dat het betrekkelijk is. Ik blik niet te ver vooruit, omdat ik toch zoiets heb van, nou, morgen kan het afgelopen zijn. Dat is iets wat ik de hele tijd in mijn hoofd hou. Dat je niet in één keer Mr. Rockstar bent die, die in een limousine stoere jongen uit kan gaan hangen. Maar dat je gewoon jezelf moet blijven. Ik denk dat dat heel belangrijk is.